Alle begin is moeilijk, dat geldt voor de meeste dingen. Zo ook voor de maar liefst 850.000 jongeren die dit jaar voor het eerst hun stem mogen uitbrengen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geven Breda'se kandidaat Tweede Kamerleden uitleg over onderwerpen die de jongeren raken. Het onderwerp van deze Breda'se verkiezingsavond is de eerste keer. Ik snap wel dat alcohol is over het algemeen maatschappelijk aanvaard. Maar als alcohol nu uitgevonden zou worden, zou het ongeveer vergeleken worden met GHB. Dus daarom snap ik niet waarom alcohol wel mag, maar wiet niet. Ik heb een vraag voor vooral de D66 en PvdA. Zijn jullie niet bang dat mensen, doordat ze weten dat ze zo'n schuld krijgen, dat ze gaan kijken naar een opleiding waar ze mee veel geld kunnen verdienen en niet kiezen voor iets wat ze echt leuk vinden? Gaan we even het gevoel krijgen dat die MAVO-leerlingen achter gaan lopen of niet bij kunnen houden en zichzelf alleen maar slecht gaan voelen en niet de kans krijgen om naar hun eigen niveau te gaan omdat ze 3 jaar die burgerklas hebben, omdat ze 3 jaar gebonden zijn. SP is een van de weinige partijen die de AOW terug wil naar 65 jaar. Ik als jongere die wil wel, ja, weten hoe moet dat straks verder als ik straks een baan krijg en dan voor veel ook ouderen hun pensioen moet regelen. Betalen onder andere. Hoe moet ik dat zien in de toekomst? Waarom moet u dat ook eigenlijk in de Tweede Kamer per se, als u goed doet in de positie die u nu heeft? Ja. HBO's die hun van universitaire opleiding, als je juist tegen studiefinanciering terugbrengt, is dat ook wij, onze generatie, heel veel vertrouwen krijgt in de politiek. Want die is zeker onder mijn generatie heel erg weg. En als je zoiets een gebaar zou maken richting studenten, zou je echt kunnen laten zien dat het echt een stuk beter gaat in Nederland en dat we echt vooruit gaan. De Breda'se debatavond zit erop. De jongeren stelden zeer kritische vragen. Een van de jongeren staat naast mij. Je stelde veel vragen. Hoe had jij je voorbereid op dit debat? Nou, ik ben zelf lokaal betrokken bij de politiek. Ik sta zelf ook in de lokale politiek. Doe ik mee aan vergaderingen. Dus sowieso ben ik politiek betrokken. Ik heb de afgelopen week debatten bekeken. Paul Jinek bekeken. En gewoon ook grote algemene kennis op het gebied van de verkiezingen. En daarmee ook mijn voorbereid voor vanavond. Stemwijze, kieswijze gedaan, carré-debat gekeken, lagerhuis op televisie, waar natuurlijk meerdere politici zijn geweest. Dus zodoende voorbereid op deze avond. Hoe vond je de avond? Ja, ik vond het heel goed. Ik vond dat iedereen het wel had gedaan. Naar mijn idee sommigen wat beter dan anderen. Maar ik vond het heel informatief en beter dan ik had verwacht eigenlijk. Heeft dit een andere invulling dan de debatten die je al had gevolgd op televisie? Werden er speciale onderwerpen aangesneden? Ja, er zijn natuurlijk, gaan ze allemaal specifiek af op de jongeren. En de onderwerpen gaan ook over jongeren. En dat... Zelf had ik liever ook onderwerpen over andere dingen gezien, zoals euthanasie. Maar ik snap dat het deze kant op ging en het ging ook al vooral over jongeren, ja. Nou ja, stemwijzer gedaan, een beetje ingelezen over wat alle partijen, wat hun standpunten zijn en zo. En voor de rest gewoon een beetje op me af laten komen, denk ik. En je gaat waarschijnlijk stemmen, neem ik aan, anders was je hier ook niet naartoe gekomen. Hoe lang ben je al geïnteresseerd in de politiek? Ik denk dat het vooral, ja... Vanaf de middelbare school wel, denk ik. Dan sturen ze daar al best wel naartoe. Met bijvoorbeeld ook bepaalde vakken over de maatschappij. En zeker nu de verkiezingen aankomen en je stemrecht krijgt, wordt het veel interessanter dan het eerst al was. Ja.